Ik krijg regelmatig de vraag hoe je seksueel misbruik kunt herkennen of signaleren. En dan moet ik vaak het teleurstellende antwoord geven dat dat bepaald niet makkelijk is. En dat komt omdat er geen specifieke signalen zijn voor seksueel misbruik, behalve een SOA of een zwangerschap. Maar niet alleen dat, het ontbreken van specifieke signalen, maar ook het gegeven, dat weten wij uit onderzoek, dat 1 op de 3 bewezen misbruikte kinderen, die laat helemaal geen signalen zien. Dus vanuit het perspectief van kinderen bedacht, zij proberen juist hun best te doen dat het niet gezien wordt. Dat het niet gesignaleerd wordt. Omdat ze allerlei angsten hebben over wat er allemaal kan gebeuren als het uitkomt. Sommige kinderen kunnen daar jarenlang mee rondlopen. Dus die signalenlijstjes die bestaan voor misbruik bestaan eigenlijk niet. En als hulpverleners zijn we meer mee geholpen om de complexiteit van de dynamiek van seksueel misbruik, om dat te snappen. Want het ligt dus niet open en bloot op tafel. Het liggen allemaal laagjes omheen. Nog een papiertje, nog een cadeautje, nog een touwtje. En hulpverleners die zijn ermee geholpen, denk ik, om al die verschillende aspecten van seksueel misbruik, ja, schaamte, schuld, eenzaamheid, de ambivalente gevoelens, dat er ook vaak iets positiefs aan zit. De stigmatisatie, je vies voelen, om dat allemaal te begrijpen. Dat is veel meer waard dan signalenlijstjes af te vinken die feitelijk niet bestaan.